Mijn naam is Benjamin Sprengers en mijn film heet Wildernis. De film gaat over een verpleegster die na een tijd van niet gewerkt te hebben, na een burn-out, terug aan het werk gaat in een nogal een vreemde kliniek waar ze een bepaalde therapie doen, een soort experimentele hersenchirurgie dat ze daar doen. En zij begint daar te werken met een patiënt en hoe langer de film duurt, hoe meer dat de grenzen vervagen tussen verpleegster en patiënt. Ik ben afgestudeerd als regisseur. En de eerste jaren heb ik reclamefilms, dat soort van dingen gemaakt, maar ik voelde altijd dat ik mijn eigen verhalen wilde vertellen. Alleen vond ik dat schrijven eigenlijk mijn zwakke punt was, dus ik ben mij echt gaan toeleggen op dat schrijven. En op een of andere manier ben ik zo scenarist geworden, ben ik zo op de spoor geraakt, omdat eens dat je zoiets gedaan hebt, van het een komt snel het ander en ik vond dat wel tof om ook altijd ja te zeggen op alles. Dus ik heb 7, 8 jaar of zo denk ik nu alleen geschreven. Geschreven voor andere mensen, scenario's geschreven. Maar ik wist altijd van ik wil ook mijn eigen werk maken als regisseur. Dus nu ben ik heel blij met die kortfilm dat ik eindelijk terug daar ben. Dat ik die tijd ook wel nodig had om een beetje iets volwassener te worden. Iets meer te weten wat ik wilde, welke soort verhalen ik wilde vertellen. En ik denk dat Wildernis de eerste stap is daarin en dat ik die heel graag wil verder zetten nu met volgende projecten. Kurt van Lommel, 48 jaar. Geschiedenis van depressie en verslaving. Wat uiteraard de reden is dat hij hier bij ons is. De eerste paar dagen gaan we hem zo houden, hè. De inspiratie voor de kortfilm komt een beetje van verschillende kanten, denk ik. Verschillende fascinaties die ik heb voor hersenwetenschap bijvoorbeeld. Maar ook, ik denk door mijn achtergrond als scenarist, omdat ik constant met verhalen bezig ben, denk ik vaak na over verhalen en wat dat precies is. En dan kom je snel, als je die twee combineert, dan begrijp je snel dat de hersenen dat een soort verhalenmachine is die de hele tijd, die onszelf de hele tijd verhalen vertellen eigenlijk over wie dat we zijn, waar we zijn, wat we doen. Dus ik vond dat heel interessant om dat op een of andere manier te benaderen. En uiteindelijk werd het dan een film over onzekerheid, denk ik. En dus mijn hoofdpersonage is eigenlijk op zoek naar een houvast. En ik wilde dat niet alleen bij haar leggen, maar ook echt bij de kijker. Dus ik denk dat je als kijker ook op zoek moet naar het verhaal. En dat je daar nooit helemaal zeker kan over zijn. Ik wilde niet te veel fantasiekes of trucs toepassen. Ik wilde een zo uitgepuurd mogelijke stijl die niks wilde opdringen of niks wilde, de kijker niet in een bepaalde richting wilde duwen. En ik denk dat de stijl van de film naast de camera ook heel fel door de montage tot stand komt. Die ik ook zelf heb gedaan omdat ik voelde dat iets was dat voor mij heel hard aansluit bij het schrijven. En dus dat schrijfproces bij deze kortfilm is heel anders gegaan dan ik normaal werk. En dat is dan doorgelopen in de montage. Als ik zelf een film maak, dan zijn er toch altijd die beelden. Ja, ik wil cinema maken met de camera, met geluid, met de sfeer, hoe de mensen bewegen in beeld. Dus met echt voornamelijk visuele elementen. En ik wil soms bijna letterlijk tegenovergestelde doen dan. In plaats van het via mijn verhaal te vertellen, wil ik het door middel van de beelden en het geluid en die dingen vertellen. Dus dan is het schrijfproces veel intuïtiever en dan weet ik eigenlijk niet waar ik ga belanden als ik eraan begin. En dat vind ik ook wel het leuke eraan. En hoe is de operatie gegaan? Als alles goed gaat, kunnen we morgen beginnen met de modulatie. En blijft de patiënt heel de tijd onder narcose? Ja, nu nog wel. Ja, ik heb ondervonden dat dat beter is. Dus. Vooral gaat het een beetje zijn alsof hij wakker wordt uit een droom.
als een andere mens. Ja. Ik vond het fijn om te weten wie de rollen ging vertolken voor het scenario af was, zodat ik me daarop kon richten. Heel die film is een beetje gemaakt met het idee van een kleine ploeg, veel mensen die ik al kende van ervoor, om een soort van vertrouwen te hebben in al die mensen rondom mij en hetzelfde met de acteurs. En ik vond dat wel fijn om zo die vertrouwde omgeving te hebben om mee te werken. Als ik er nu over denk, wil ik dat in de toekomst ook heel graag doen. Wat ik heel interessant vind, is om dingen te combineren die je misschien niet op het eerste zicht zou samenzien. Iets dat een bepaald genre in zich heeft qua verhaal, dan op een heel andere manier in beeld brengen bijvoorbeeld, dat niet volgens de conventies verloopt. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd in films die dat doen. En in het algemeen hou ik wel van de traagheid van veel Aziatische films. Dus ik denk dat Aziatische cinema een van de grootste stilistische inspiratiebronnen is. Voor mij is die wildernis een soort mentale wildernis, dus het ging over de hersenen en hoe dat op veel vlakken nog een soort wildernis is, die ontgonnen, die ze nu volop aan het proberen te ontginnen zijn. Dat idee zat in mijn hoofd, dan het feit dat ik er heel veel natuur wilde in verwerken in de film. Dus ik denk, de locatie zie je door de ramen constant een soort wildernis. Ik had nood aan iets te kunnen maken, iets te kunnen vertonen, wat je als scenarist veel minder hebt. Het blijft zo abstract, terwijl ik dit doe om ook dat eindproduct, die film te kunnen maken, om die film ook in een zaal te kunnen zien. Waar het toe leidt, heb ik geen idee en dat vind ik ook wel heel fijn.